Wie komen er allemaal veel kijken morgenavond? Ja, toch wel iets meer dan normaal. Dus mijn hele familie eigenlijk. Mijn oma, mijn grootmoeder, ouders, zus, broer. Speciaal voor de actie van Eindhoven. Dat is wel mooi. Zijn dat van die zuinige Belgen die alleen komen als het gratis is? Nee, ze komen af en toe wel eens. Maar ja, tegen MVV wil ze er zeker bij zijn. Omdat het eigenlijk in familie gebeuren is. Komt iedereen kijken. Dat is wel leuk. Ja, dus je moet je morgen nog eens een keer extra bewijzen. Ja, dat is de bedoeling, ja. Zo mooi zijn. Die actie is er morgen, hè. Alle Belgen mogen gratis het stadion in. Wat kunnen we morgen verwachten, denk je? Is het helemaal vol hier? Ik hoop wel. Hoe meer volk, hoe leuker het we vinden natuurlijk. En ja, we gaan natuurlijk zoals altijd ons uiterste best doen. En we hopen er een mooie avond van te maken. Wat vind je ervan dat een Nederlandse club zo'n actie houdt? Dat is vrij bijzonder. Ja, dat is natuurlijk wel leuk. We zijn nu met, denk ik, 8 Belgen die spelen. Het is natuurlijk altijd wel leuk dat de Belgische actie gebeurt, want dan voelen wij ons ook iets meer thuis. Misschien iets meer dan Nederlanders, maar het is wel aangenaam voor ons natuurlijk. Ik vroeg net aan Ivo Rossen van wat er nog wel Belgen moppen verteld in de kleedkamer. En hij moest wel toegeven dat de verhoudingen wel een beetje 50-50 zijn tegenwoordig. Ja, dat klopt inderdaad. Het is wel leuk, want soms is er een beetje strijd tussen Nederlanders en Belgen. Maar dat gaat altijd leuk aan toe natuurlijk. Ja, die leuke humor die er normaal gesproken is, die komt ook in de kleedkamer wel terug. Ja, zeker, zeker. Hoe kan dat nou? Heb je daar verklaring voor? Dat je kiest voor deze club en dat ook jouw landgenoten kiezen voor FC Eindhoven? Eindhoven ligt natuurlijk dicht bij de grens met België. Dat is ook wel positief, want soms kunnen we dan nog eens naar huis gaan, naar België toe. En voor de rest is het gewoon een mooie club. We hebben veel gesprek gehad met Hans, die op zoek gaat naar Belgische jongens. En Eindhoven legt altijd een heel mooi project voor en dat spreekt wel aan natuurlijk. Ja, dan over de start van de competitie. Ja, vorig jaar werd Eindhoven tweede. Nu, hoe moet ik het titelen? Is het teleurstellend? Jullie zijn begonnen. Kan het nog beter? Hoe zou je het zelf willen betitelen? Iedereen weet natuurlijk dat we een moeilijk programma hadden. Maar daar willen we ons niet achter wegsteken. En nu willen we gewoon zoveel mogelijk punten pakken. En hopelijk nog beter doen dan vorig jaar. Ja, dan moet je kampioen worden, hè? Ja, dat proberen we. Je weet maar nooit. Ja, is dat realistisch? We hebben vorig seizoen goede dingen laten zien. En dit seizoen ook al, denk ik. Alleen zat net niet mee of hadden we iets minder geluk dan vorig seizoen. Maar ik ben er zeker van dat het wel nog komt. Je deel van uit te spreken dat jullie voor het kampioenschap gaan? We mikken altijd zo hoog mogelijk met FC Eindhoven als vorig jaar en dit jaar ook. Net zei Ivo ook nog, die Belgen zijn leuk allemaal. We zijn allemaal een beetje rustige, lieve jongens. Mag allemaal nogal wat pittiger. Ben je dat met hem eens? Soms wel. In sommige gevallen wel. Want het ligt ook in de aard van de meeste Belgische jongens, die zijn iets rustiger en introverter dan Nederlanders. Maar dus het vormt geen probleem, vind ik. We mogen hopen dat die Belgische fans gewoon iets meer lawaai maken en dat jullie naar de overwinning helpt op MVV. Ja, dat hopen wij ook.